Stel nu dat er morgen iemand van de radiozender naar jullie komt afgestapt en elk apart vraagt van Sascha of Davy, wij zien het wel zitten om jullie een radioprogramma te laten maken en jullie krijgen carte blanche. Wat voor programma zou jij dan willen maken, Sascha? Oh, het lijkt me wel heel leuk. Waar gaan we het dan over hebben? Zo, een feel-good ding, in ieder geval. Ja? Ja. Ja. Ja, en dan zo... Ja, misschien dat we behulpzaam naar de mensen met wat problemen wat kunnen helpen. We staan zelf de laatste tijd proberen heel positief in het leven te staan. En kunnen daar, zaten onlangs nog, waren we met TV Oost weg geweest op reis. En op de terugweg zat ik naast een hele lieve dame, maar die had vliegangst. En die had al een pilletje ingenomen en al. Dus ik voelde dat ze wat zenuwachtig was. En ik heb gewoon tijdens het landen en het opstijgen heel de tijd met haar gebabbeld over van alles en nog wat. En ze had niet door dat wij plots al in de lucht zaten en plots al op de grond stonden. Dus ze was super blij. En dan ben ik ook weer gelukkig dat ik iemand heb kunnen helpen. Dus misschien moeten wij iets doen dat we de medemensen een beetje kunnen helpen. Ja, maar dat kan ver gaan. Hè. Ik herinner me nog dat programma, het Eenzame Hartenbureau. Is dat niks voor ons? Dat wij mensen met relationele problemen gaan helpen of een handje toesteken. Bij ons, het is zoals Sascha zegt, het gaat allemaal heel goed. Wij kijken heel positief naar iedereen en naar de toekomst. Dat zou nog wel iets voor ons zijn. Met daar zo, dan zo wat rustgevende muziek ook in en zo, hè. Gewoon plezante muziek. Hoeft niet zozeer rustgevend te zijn. Dan wordt het zo'n zen-programma. Dat moet het nu ook weer niet zijn. Maar gewoon, ik vind het ook belangrijk in deze tijd dat de mensen elkaar helpen en er zijn voor elkaar. En met veel liefde en niet zo die onverdraagzaamheid en die haat. En die, nee, een stapje verder. Anders komen we er niet.